Amen. Naam boven alle namen. Ik geloof in de naam van Jezus. Geloof je in de naam van Jezus? Amen. Ik moet even wennen aan het licht, want jullie zitten wel heel erg daar in het licht. Ja, het licht van leven wat Jezus geeft, dat is nog veel belangrijker, is het niet? Ja. Wel, vanochtend ga ik spreken over het wandelen met Jezus. Wat je gaat doen als je Jezus gaat leren kennen, dat is dat je de eenzaamheid zoekt, de nabijheid samen met Jezus. En ik wil ervoor een tekst lezen, 1 Korinthe 1 vers 9. En die tekst die zegt in 1 Korinthe 1 vers 9, God is getrouw. Door wie u geroepen bent tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus. God is getrouw. God heeft een plan. God heeft een plan met een ieder van ons. Zijn roeping, zijn bedoeling is met ons leven. En in het begin van deze brief dan stelt Paulus zich voor en dan zegt hij in vers 1, ik ben Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus. Door de wil van God. Een geroepen apostel. En hij heeft het meteen over roeping. En hij schrijft in vers 2 verder. Aan de gemeente van God die in Korinthe is. Aan de geheiligde in Christus Jezus. Geroepen heiligen. We hebben het gezongen. Heilig. Heilig bent u. Heer. En we hebben onze handen. Tenminste, ik heb mijn handen opgeheven. En ik heb gezegd. Heer, u bent heilig. En als ik denk aan heilig. Dat denken jullie ook. Denk je, dat is God, die is compleet, die is zonder zonde, die is mooi. Maar Paulus die zegt hier, jullie zijn geroepen heiligen. De roeping die je hebt is om ook een heilige te zijn. Om dat wat God heeft, om dat in jouw leven ook te krijgen. En dat het God niet alleen maar iets is wat apart is, wat bijzonder is, want dat betekent heilig, dat het apart gezet is. Maar dat het ook iets is wat in jouw leven, in mijn leven, tot ontplooiing komt. Niet dan? En dat is wat Paulus hier zegt. Geroepen heiligen. Jullie zijn geroepen heiligen. Geroepen om heilig te zijn. Dat betekent dat je Gods DNA hebt. DNA is een modewoord. Hè? De kenmerken die God heeft. God is heilig. Geboren uit hem ben ik. Geboren uit hem. Zijn kenmerken heb ik ook gekregen. Zodat de mensen aan ons... Als we SOS gaan doen, als we de straat op gaan, dat de mensen aan ons kunnen zien in de manier waarop we leven, de manier waarop we spreken en dat wat we zeggen, dat ze daarin kunnen zien wie God is. Amen. En hem herkennen. Ja. Dat is zijn bedoeling. Daarom wil hij veel mensen bij zich trekken. Daarom wil hij een groot volk hebben. En daarom zitten we hier met een klein volk. Hè? Niet zoveel mensen, veel open plaatsen, maar op andere tijden zitten we hier soms heel erg vol. En al met elkaar laten we zien dat God er is, dat hij heilig is. Jeremia 29 vers 11, er staat een tekst die zegt, ik ken de gedachten die ik over u koester. Dat is wat God zegt. God denkt over jou. God denkt over mij. En hij koestert de gedachten die hij heeft over hem, over jou. Ik ken de gedachten die ik over u heb, spreekt de Heer. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad. Namelijk om u een toekomst te geven en een hoop. Dat is wat God denkt over zichzelf. En dat is goed om deze tekst, ik weet niet of je deze tekst wel eens leest, maar het is goed om deze tekst goed voor ogen te houden. Vooral op momenten dat het tegen zit. Vooral op momenten dat je denkt van ik krijg een hekel aan mezelf. God heeft geen hekel aan je. God heeft gedachten van goed en van vrede en van gedachten die hij koestert, die hij apart gezet heeft, waar hij goed voor zorgt, die hij als het ware opfrist elke keer opnieuw. En hij zegt van dit is wat ik denk over je. Ik denk niet over jou van even kijken, wat heb je nou weer verkeerd gedaan? Want God is heilig en ik doe niet altijd heilige dingen. Jullie? En soms dan denk ik wel eens van, God zal wel eens zijn hoofd schudden. Maar God schudt zijn hoofd niet. Want God zegt van, ik heb gedachten van goede zin over je. Gedachten van vrede. Hij heeft een plan namelijk.
Hij heeft een meesterplan, een groot plan, een wereldomvattend plan. En hij geeft jou en mij daar een plek in. Hij heeft een doel en hij werkt eraan, aan dat doel, elke dag van je leven. En daarom heeft hij een basisbedoeling, je hebt een basisroeping voor jou, voor mij. En je roeping is vanuit die basis om met hem verder te gaan. En die basisroeping, dat is dat je in eenheid leeft met Jezus. En vanuit die eenheid met Jezus en vanuit dat samengaan met Jezus, van jouw gedachten en zijn gedachten samen, komen allerlei dingen voort. Zoals we dat net hoorden van Graham Cook, die aanbelt en er komen allerlei dingen voort uit hem. Dat komt niet zomaar uit de hemel vallen. Daar is hij mee bezig geweest. Dat zijn dingen die uit zijn samengaan met Jezus voortkomen. En jouw roeping en mijn roeping is om elke dag in eenheid met Jezus te leven. Omgaan met hem, je leven delen met hem, spreken met hem, denken aan hem. En je bewust zijn dat hij met je meedoet. Als ik in de auto zit, dan ben ik me bewust dat hij daar zit daarbij. Als je de vaat doet, oh nee, we hebben natuurlijk een vaatwasmachine. Oké, als je de vaatwasmachine leeghaalt, een saai werk is dat, hè? Dat is mijn taak thuis. Saai. Het meest mooie is natuurlijk als het ding gaat werken. Maar ja, je doet een klep dicht en je drukt een knop in en je weet niet wat er achter allemaal gebeurt. En als je dan de klep open doet, dan is het opeens allemaal schoon. Halleluja. En soms ook warm. Waarom vertel ik dat nou? Dat doe je samen met God. Dat doe je samen, ja precies. Dat zijn dingen waar je zo mee bezig bent in je leven, dat je denkt van, ik doe dit op mezelf, ik doe dit in mijn eentje. Kijk of God er wel bij is. Maar hij is erbij. En hij wil graag dat je bewust bent dat met alles wat je doet, als je wakker wordt, totdat je slapen gaat, en zelfs tijdens je slapen, dat hij er is. Dat hij met je meegaat, dat hij met je meewandelt. Wandelen met Jezus betekent, ik wandel samen met hem. Je wandelt niet achter hem aan, ja, oké. Je mag achter hem aan wandelen. Maar ik heb het liever erover van, ik wandel met hem, samen. Ja. Hij naast mij en samen lopen wij. Ja. Wat wij vaak doen, Rianne en ik, Rianne is mijn vrouw, wat wij vaak doen is als we gaan lopen, dan hebben we onze handen vast. Ah, dat is altijd zo lief, hè? Zeggen ze. Op een bepaald moment heeft iemand dat gezegd, van, ik vind dat zo kneuterig. Vind ik zo lief dat jullie met handjes samenlopen. Ja, maar dat zijn we gewend. Handen samen, hand in hand met Jezus lopen. Ik heb met blinden gewerkt. Een jaar of 11 heb ik op het Bartimeus gewerkt in Zeist. En ik was een leraar daar. Moest natuurlijk braille leren en zo. Maar wat ik ook deed was leerlingen helpen om van de school waar ze op zitten, over te steken en door te lopen naar de bushalte, als ze van school afkomen. En dan hadden ze hun arm op mijn arm, en dan liepen we samen ergens naartoe. Je ziet hier, dat hier is het eind, hè? Dat heb je heel vaak bij een stoep, heb je een eind. Als je dat niet aangeeft, Dus ik leerde al vrij gauw van, die stoepen die moet je aangeven. Dus dan hou ik even in en de blinde wist dan van, oh, er komt wat aan. Opletten. Samen lopen, hand in hand, samen met Jezus lopen. Dat betekent ook dat hij je een signaal geeft van, er komt wat aan. Als je dichtbij hem bent, als je achter hem loopt en je kijkt van of je het allemaal wel bij kan houden en hij loopt daar, dan is dat niet zo. Dus samen met Jezus lopen, samen met Jezus omgaan, dat betekent dat hij signalen geeft aan jou die niet altijd verwoord worden, maar die vertellen wat er staat te gebeuren en wat er in zijn gedachten is, wat hij denkt. Ik moest met dat blindenwerk moest ik dat zelf ook ondervinden. Dus dan krijg je een skibril op die afgeplakt is.
En je ziet geen steek meer. En toen moest ik op Hoogkaterijnen in Utrecht, moest ik lopen en naar een roltrap lopen. Spannend. En ik was helemaal afhankelijk van degene die naast me loopt. Ja, zo leerde ik dat ik hoe het is om voor een blinde om naast mij te lopen. Volkomen vertrouwen. Vertrouwen degene waar je je hand op hebt. Ik ben opgegroeid als jochie, opgegroeid in het volle evangelie. Er kwamen samenkomsten in. Mensen om ons heen die gingen naar de kerk op zondagochtend. Ik ging nooit naar de kerk. Ik ging naar de samenkomst. Dat is heel wat anders. En niet op zondagochtend, op zaterdagavond. In Utrecht, naar de Marnixzaal. En daar hadden we samenkomsten. En die diensten die begonnen om 8:00. Natuurlijk moet je van tevoren aanwezig zijn. 7:45, 7:30. En die duurden soms wel tot 11:00, 11:30. Ja, want vaak was er, als de preek afgelopen was, was er nog gebed. En dat duurde maar door. En als je dan een jongen bent, 8, 9, 10 of zo. Ja, dan word je wel een beetje slaperig. Met kerst, met Pasen en met Pinksteren, dan kwamen we vanuit heel Nederland bij elkaar. Met Pasen was het dan in een tent, samenkomst. En met Pinksteren ook. Er is nog steeds zo'n Pinksterconferentie. Die is daar eigenlijk uit ontstaan. En als de Pinksterconferentie, dat vond ik altijd heel bijzonder. Als dan de Pinksterconferentie was afgelopen, dan bijna afgelopen, dan gingen we het laatste lied zingen. Er zat een Hammond-orgel op het podium. En met andere, sommige momenten was er ook een piano bij. Maar dat was hoe dat ging. We zongen altijd tegen elkaar. Niet naar de hemel, maar we zongen tegen elkaar. En het laatste lied, dat was: wij zijn op reis naar huis. Zingend gaan wij op weg naar huis. En dat deden we dan ook. Dan gingen we weg. In zo'n dienst traden jeugdgroepen op. De jeugd van een samenkomst, die liet dan een lied horen, vaak een nieuw lied. En soms dan was er geen jeugd, maar er waren een paar meisjes van de jeugd, die gingen dan zingen met elkaar. Twee. Zingende zusjes. En ja, er was natuurlijk, het zijn beroemde zingende zusjes, de zusjes van Hij, waar platen van zijn en zo. We deden ze niet na. Maar bij elke samenkomst was er wel een zingende zusje. Twee zingende zusjes natuurlijk. En ik herinner me nog heel goed, die twee zingende zusjes, dat waren twee stevige, voor mij waren dat grote meiden. En de een had een gitaar en de ander had een ukulele. De breedste, grootste, machtigste zusje, die had natuurlijk de ukulele. Ik was geïnteresseerd in die gitarist. Want ik zat dan op de voorste rij, of ergens zat ik in ieder geval, naar de vingers te kijken. Hoe doe je dat, gitaarspelen? Want dat deden ze ook soms zo, ploem, 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 ploem. En dan konden ze heel mooi gitaar spelen. En dat ging ik dan thuis ook uitproberen. En zo heb ik gitaar leren spelen. En ik moest dan die liedjes ook zingen die zij zongen. Ik wandel in het licht met Jezus. Het donkere dal ligt achter mij. En ik weet mij in zijn trouw geborgen. Zalk een liefdevolle vriend is hij. Als je daarin opgegroeid bent, weet je het gewoon uit je hoofd, hè? Want als je dat ging zingen, dan had je dan de combibundel had je dan in je hand. En dan begon je te zingen. Maar dan ging je klappen in je handen. En dan ging dat ding neer. En dan zong je uit je hoofd. Nu met de sheets heb je dat niet meer, hè? Probeer maar een lied uit je hoofd te zingen. Dan denk je van, hoe is het ook alweer? Maar wandelen met Jezus, daar zongen wij over. Ik luister naar uw dierbare stem. Niet dierbare, dat past niet, dierbare. Luister naar zijn dierbare stem. Dat is waar het om gaat. Als je gaat wandelen met Jezus, en je hoeft dat liedje niet te gaan zingen hoor. Maar dat is waar we het over hebben. Dat je samen met Jezus je leven inricht.
dan moet je luisteren naar zijn stem. Hoe doe je dat? Hoe luister jij naar de stem van Jezus? Er was een tijd dat ik ging wandelen in het bos. We woonden in Bilthoven en we gingen dan het bos gingen wij wandelen. En soms kwam ik daar ook wel eens mensen van de gemeente tegen, die daar ook aan het wandelen waren. Het was, in die tijd was dat de gewoonte om dan in het bos te gaan wandelen en met God bezig te zijn. En heb je God gehoord in het bos? Weet je het nog, Chris? Wandelen in het bos. En wat heeft hij gezegd tegen je? Ik had een boekje bij me en een pen, zodat ik het allemaal op kon schrijven. En heb je dan zijn stem gehoord? Ik heb zijn stem niet gehoord. Maar hij spreekt in mijn hart. En hij zegt dingen die in mijn hart opkomen. Van binnenuit opkomen. Hoe spreekt God bij jou? Bij Jozef sprak God in dromen. Zijn familie begreep er niks van. Ze vonden hem een verwaande jongen. Het was een jongetje van 17 jaar. En die droomt dat zijn vader en zijn oudere broers, en dat was er niet één, maar dat waren er 10, dat die allemaal voor hem buigen. En zijn 10 broers waren toch al jaloers op hem, want hij had een hele mooie mantel gekregen. Een veelkleurige mantel. Zijn broers kregen het voor elkaar om hem te verkopen aan een steltje kinderhandelaren uit Egypte. Ze smeerden bloed op die jas, die mooie mantel van hem, en lieten dat zien aan de vader. En de vader geloofde, mijn zoon is dood. De slaaf, Jozef, werkte heel goed bij zijn meester. Maar de vrouw van die meester probeerde deze mooie jongen te verleiden. En toen hij daar niet op inging, draaide ze het om en beschuldigde ze hem dat hij haar wilde verleiden. En hij werd daarom in de gevangenis gegooid. Daar kwam hij in contact met 2 hoge pieten, 2 bijzondere mannen. Ze hadden mooie kleren aan. Misschien waren die niet zo mooi meer in de gevangenis. Maar ze zagen er wel de voet uit. Ze hadden duidelijk een hoge positie gehad bij de farao. Maar er was iets verkeerd gegaan. En de een werd de gevangenis ingestuurd en de ander ook. En de een was een bakker. En de ander was een schenker. De een bakte het brood voor de farao en de ander schonk de wijn in voor de farao. En Jozef kwam die mannen tegen in de gevangenis. En hij zorgde voor ze. Tot op een dag komt hij ze tegen in de gevangenis. En ze hadden een droom gehad. Allebei in dezelfde nacht een droom. En ze vertelden die aan Jozef. De uitleg, zegt Jozef meteen, de uitleg is niet van mij, maar is van God. En dan vertelt hij de schenker dat hij binnen 3 dagen uit de gevangenis ontslagen zal worden en weer in zijn oude positie terug zal komen. En dat gebeurt ook. Maar, zegt hij dan in Genesis 40, vers 14, maar denk aan mij. Wanneer het u goed zal gaan, bewijs mij toch goede tierenheid. En vertel over mij aan de farao. En maak dat ik uit dit huis kom. Want ik ben met geweld ontvoerd uit het land van de Hebreeën. En ook hier heb ik niks gedaan waarvoor men mij in deze kerker zou moeten zetten. Voor de bakker had hij minder goed nieuws. Hij zou opgehangen worden na 3 dagen. Het gebeurde bij allebei. Maar een van de meest depressieve teksten in de Bijbel, Genesis 40, vers 23. Het hoofd van de schenkers dacht echter niet meer aan Jozef. Hij vergat hem. Hij dacht aan zijn eigen hachie en vergat hem. Het volgende vers vertelt dan in hoofdstuk 41, vers 1, hoe het verder gaat. En het gebeurde na verloop van 2 volle jaren dat de farao droomde. Alweer een droom. Mozes was iemand die steeds maar niet alleen met zijn eigen dromen te maken had, maar ook met dromen van anderen te maken kreeg. 2 jaar zat hij in de gevangenis. Het kan wel eens zijn dat je in een soort, teleurstelling zit. Jozef had een
behoorlijke teleurstelling, die niet ook maar een weekje duurde of een dag, maar 2 jaar. Uitzichtloos, dacht hij. Totdat hij de droom hoorde van de farao en hij legde de droom uit. Hij kon een plan voorleggen aan de farao, zodat Egypte gered zou worden van een hongersnood. Maar niet alleen Egypte, ook zijn familie. En aan het eind van de geschiedenis van Jozef, als vader Jacob, die bij hem gekomen was in Egypte, samen met hem daar geleefd heeft, maar op leeftijd is gekomen en vader Jacob geeft de geest, hij is gestorven, dan zien de broers opnieuw dat ze wel erg slecht gehandeld hebben. Slecht omgegaan met Jozef. En ze vragen opnieuw of hij het hun wel zou willen vergeven. Jozef ziet dat zijn broers eigenlijk maar weinig vertrouwen hebben in hem. En dan begint hij te huilen en hij zegt: wees niet bevreesd. Want sta ik soms op de plaats van God? Jullie, weliswaar, jullie heb ik kwaad. Ja, hè, staat er. Tegen mij bedacht. Maar God heeft dat ten goede gedacht. Om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven houden. Jozef zag hoe God in zijn leven werkte. En hoe hij slechte dingen omdraaide, omwentelde tot iets goeds. Hoe hij een bedoeling had met zijn eigen levensloop. Hij was niet bitter. Hij was niet veroordelend en hard tegen zijn broers. Maar hij was vergevend en verzoenend. En hij beoordeelde God, zijn broers niet. Dat liet hij bij God. Hij zei: sta ik soms op de plaats van God? God zal het beoordelen. En God doet alle dingen samenwerken ten goede. Dat er een goede uitkomst komt. Juist wat minder is en er slecht uitziet, dat laat God vaak meewerken aan de totstandkoming van iets moois, iets goeds. En Jozef keek niet achterom naar het kwade in het verleden, maar hij keek naar het goede in het heden. Hij zegt: op deze dag. Hij heeft het over, niet over het verleden, maar op deze dag. God doet op deze dag iets. Als je wandelt met God, als je wandelt met Jezus, dan ben je met het heden bezig. Dan ben je nu bezig met hem. Dan ben je, denk je misschien aan het verleden, van wat voor goeds eruit is voorgekomen, dat is mooi. Maar dan kijk je vooral uit naar wat gebeurt er vandaag. Heer Jezus, wat wilt u vandaag doen? Jozef deed dat en zag daar Gods hand in. En als je wandelt met God, dan zie je meer van wat hij doet dan wanneer je op een afstand blijft. Dat is een ander oud liedje, ik hang van oude liedjes aan elkaar vandaag. Hand in hand met Jezus, over het ruwe pad. Jezus houdt vol liefde, trouw mijn hand omvat. En het gaat nog verder. Als je hand in hand met Jezus loopt, dan spreekt dat over vertrouwelijkheid. Dat je dicht bij hem bent, dat je zij aan zij met hem loopt. Dat je hij weet wat mij bezighoudt. En ik leer steeds meer begrijpen waar hij mee bezig is. En wat ik zie van hem vandaag, op deze dag, wat is dat? Wat is er op zijn hart? Weet je, dat zijn dan vragen die je krijgt. Het is zijn verlangen om samen met zijn kinderen op te trekken. Dat is vaderschap. Vaderschap is niet alleen maar dat je een kind op de wereld hebt. Vaderschap, ook van God, de vader, is niet zo van zorg dat je in de kerk bent, klaar. Maar vaderschap is dat je samen geniet. Dat je samen bezig bent, dat je samen speelt, samen iets maakt. Het gaat niet eens om het resultaat, maar dat je samen iets doet. Meer om het samen zijn, samen iets doen, dan om wat dan ook. De vader ging samen met zijn zoontje bloeiende struikjes op een rij zetten. Langs het pad naar de voordeur. En toen moeder na een uurtje met koffie en limonade naar buiten kwam, zag ze de aanplant. En langzaam groeide er een glimlach op haar gezicht. Ze zag haar zoon, een jongetje van 1 jaar of 4, stralend, helemaal trots, met zwarte handen van de aarde, een vieze broek,
zwarte vegen over zijn gezicht. En hij begon meteen te roepen, goed hè, mam, dat heb ik en papa gedaan. En papa stond er ook bij met een brede glimlach. Hij was wel toe aan een kopje koffie. De struikjes waren hier en daar wat geknakt. En er stonden ook, ze stonden ook niet zo mooi op een rij zoals dit eigenlijk van plan was. En overal lag aarde, op het pad en op het gras. En in de strook aarde waren ook nog kuilen. Die ga ik straks wel weghalen met de hark, zei papa. Ja, dat is goed papa, zei het mannetje. Dan ga ik de restjes weggooien in de groenbak. Je kunt je wel voorstellen wat dan die restjes waren. Nou zeg maar, zullen we eerst maar eens wat drinken? Vader en zoon, bezig met iets aan te leggen. Het meest genieten van het samenwerken. En het resultaat? Misschien als de zoon wat groter is, dat het resultaat wat mooier is. Vader en zoon, God de Vader en jij als zijn zoon, als zijn dochter. Wat is het resultaat? Misschien dat het later wat mooier is. Maar het gaat God vooral erom, van hoe ga je met hem om? En God is getrouw. Hij heeft ons geroepen om in eenheid samen met hem te leven. En te wandelen met Jezus, zijn zoon. Er is een boekje, wat Rianne, mijn vrouw, elke dag leest. En vaak lees ik met haar mee, niet altijd. En vanochtend zei ze van, moet je nou eens luisteren. 4 augustus, boekje van Sarah Jung, Dicht bij Jezus. Houd mijn hand vast. Zij spreekt vanuit God. Houd mijn hand vast en beleef deze dag opgewekt met mij. Samen zullen we van de fijne dingen genieten en de moeilijkheden doorstaan. Zie uit naar alles wat ik voor jou heb klaargelegd. Een prachtig uitzicht. De verkwikkende wind van een avontuur. Knusse hoekjes om uit te rusten als je moe bent. En nog veel meer. Ik ben zowel je gids als je reisgezel. Ik ken elke stap van de reis die voor je ligt. Helemaal tot aan de hemel. Je hoeft niet te kiezen tussen dicht bij mij blijven en de juiste koers houden. Omdat ik de weg ben, blijf je op koers als je dicht bij mij bent. Als je je gedachten op mij richt, zal ik je zorgvuldig leiden tijdens de reis van vandaag. Maak je geen zorgen over wat er achter de volgende bocht ligt. Concentreer je gewoon op mijn nabijheid en houd gelijke pas met mij. God is getrouw. Hij houdt zich aan zijn belofte en hij houdt je vast. God heeft, de Message vertaling zegt, God heeft je op het startpunt gezet van je geestelijke avontuurlijke reis. Hij geeft je een aandeel in het leven van zijn zoon en onze meester Jezus. En hij zal het nooit opgeven met jou. Vergeet dat nooit. Ik wou graag bidden. Heer, u roept mij om mijn leven samen te gaan met Jezus. Om een partner te zijn van hem. U roept mij om mijn plek in te nemen in het masterplan waarmee u bezig bent. En u houdt uw hand op om samen met mij verder te wandelen. Ik wil leren uw bedoelingen te begrijpen en uw stem te verstaan. Ik wil weten wanneer het tijd is en wanneer ik nog wat moet wachten op de dingen die u doen wil. Wilt u mijn ogen open maken, zodat ik zie waarmee u bezig bent? Wilt u mijn oren openmaken om uw stem te verstaan en te begrijpen wat u bedoelt? En wilt u maar mijn richting bepalen, zodat ik loop op uw weg? Wilt u mij helpen om te zien wat uw snelheid is? Dat ik niet te traag ben en niet te snel of voor u uitloop? Wilt u mij laten zien in wat voor tijd we leven? En wat u daarbij van mij verlangt? Wilt u mij helpen om af te stemmen op wat u doet? Dat ik niet afrem
of tegenhoud, maar ook dat ik niet opduw of ongeduldig grijp wat u nog niet geeft. U heeft mij op het startpunt gezet van dit avontuur, deze reis. Ik wil mijn hand leggen in uw hand. En ik wil graag met u meegaan, steeds naast u, zij aan zij, zodat ik op koers blijf tot alle dingen worden afgerond. Dank u dat ik u mag vertrouwen. En dank u dat u het nooit zal opgeven met mij. In Jezus' naam. Amen.